Bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland zijn lid van een voetbalclub. Elk jaar komen er 25.000 bij. Jonge jongens vaak, met een ultieme droom. Later profvoetballer worden. Het is een droom die maar voor 1000 mannen in ons land werkelijkheid wordt. En nog veel minder worden de coaches betaald voetbal. Sinds 1971 hebben maar 300 coaches het officiële KNVB-diploma gehaald. En van dat selecte gezelschap wordt maar een handjevol een onbetwiste succescoach. In Kijken in de Ziel praten de komende weken 7 toptrainers over hun vak en over zichzelf.